Alleen de winnaar is officieel, dames en heren, want die staat er al. Dan kunnen we die gelijk gaan huldigen. Haren F. Boko, Misha Brouwer. Ze winnen in 1:17.6 naar een eigenlijk onmogelijke koers. Dat klopt inderdaad. Onmogelijk parcours voor deze Haren F. Boko. Een vijfjarige zoon van Varen uit Tempel Boko. Duits gefokt. Eigendom van stal PD. Gereden dus door Misha Brouwer. En getraind door de man die er nu 3 op rij weet te winnen. Bas Krebas, vorig jaar trainerskampioen hier. En het gaat nu beter en beter. En Bas Harbers dirigeert iedereen even op de juiste wijze op de foto. Als een klein paar stapjes zetten, staan we niet precies voor de luidspreker. De 100 jaar Stadsparkprijs, maar Hans zei het al in zijn verslag. En eigenlijk nu net ook, fantastisch gedaan. Want je deed alles buitenom. Een super zware koers voor deze Haren. Ja, zeker weten. En het paard is met klasse natuurlijk het beste van het veld. Alleen het is een moeilijk heerschap. Maar vandaag heeft hij zich goed gehouden. Goed, ze heeft inderdaad zichzelf heel goed gehouden, maar je zat naast de Edens Boy en dacht je niet van ik ga er al eerder voorbij? Ja, ik probeerde het aan de overkant even, maar hij bleef stug meerijden. Nou ja, dan moet je maar je krachten bewaren en tot het einde. En het ging zeker goed tot het einde. Sowieso gaat het goed bij Misha Brouwer, want naar de een en de andere overwinning wordt bij elkaar gehaald. Ja, ik heb niks te klagen, gaat heel goed. Gelukkig. Kijk, hij heeft niks te klagen, zegt hij met een gigantische grijns, dames en heren. En daarom gaat hij ook weer zitten, de man die... overal weet te winnen, deze Misha Brouwer. En hij wint daarom ook hier in Groningen met Haren F. Boko. Misschien inderdaad wel het beste paard van de koers, maar wat hij liet zien, absoluut fenomenaal. En dus de derde zegen achter elkaar voor de stal van Bas Krebas. Maar dames en heren, groots applaus voor Haren F. Boko en deze Misha Brouwer. De uitslag, dames en heren, is officieel. Winnaar is geworden paard nummer 3, Haren F. Boko met Misha Brouwer. De tijd was 1:17.6. Tweede aankomende was de buitenweddenschappenlopende nummer 9, Mr. Blitzer Bit. Voor de derde plaats is er een dead heat. Dead heat tussen de nummers 2, Edens Boy en 7, Goldrush H. En vijfde werd de 1, Iowa River. 3, 9, 2, 7 of 7, 2. En dan de 1 is officieel. En voor die weddenschappen is het 3, 2, 7 of 3, 7, 2 officieel. Volgende programma, dames en heren, met de achtste koers van Monté Draven.